Ja, dank voorzitter. We hebben binnenkort een debat over de toekomst van Tata Steel. Dat is natuurlijk een debat waarbij we recht willen doen aan de zorgen van omwonenden, waar veel en complexe belangen bij gemoeid zijn, mogelijk ook grote financiële consequenties. Dus wat onze fractie betreft zou het goed zijn als we de spreektijd met 2 minuten uitbreiden. Ja, dat betekent dat het debat meteen fors meer tijd gaat kosten. Kunnen we niet afdingen op 1 minuutje erbij? Nou, mijn voorstel is 2. Dat is mijn inzet. Oké. De heer Thijs, ik dacht ik probeer het gewoon even. Goed idee, steun. De krul. Voorzitter, ik heb altijd idee dat je maar beter dat compromis van de voorzitter kan pakken, want misschien sta je dan anders met lege handen. We willen elk onderwerp natuurlijk recht doen, maar we hebben nou eenmaal heel beperkt tijd. Dus wij gaan niet akkoord met een uitbreiding van 2 of 1 minuut. Kostic. Voorzitter, dit is misschien een van de belangrijkste debatten van dit jaar. Burgers zitten al jaren hierop te wachten om gerechtigheid te halen. Dus die 2 minuten gunnen wij ze en vragen de collega's om dat ook te doen. Dus steun. De Van Nispen. Steun. Koekoek. Steun. Martens Amerika. Voorzitter, als we dit bij elk debat doen, wordt het lastig. Ik zou ook zeggen, grijp het voorstel van de voorzitter aan. Steun, maar niet voor 2 minuten. El Abassi. Steun. Vermeer. Steun. Olger van Dijk. Belangrijk debat, steun. U heeft geen meerderheid. Had nou mijn compromis maar gepakt. Nou ja, alsnog is dat natuurlijk een voorstel wat dan opnieuw moet worden besproken. Dus ja. laten we het doen. Nee, maar uw voorstel is afgewezen, dus het blijven 4 minuten. Ja, jammer. Ik was er om u te helpen. Nou, ik vrees dat het hierbij blijft, maar dat is heel erg zonde voor de omwonenden. En ik denk ook de mensen die het verdienen om dit goed te bespreken. Ja, dank u wel.